Kijk, dit is lekker simpel, hè? Batterijtje, lampje, paar draden en dan gaat er een geleiding zijn. Maar de vraag is, waarom is er geleiding? Ja, nou, je weet vast wel zoiets, hè? Vrije elektronen, hè, die in een metaalrooster rondzwerven. Ja, vrije elektronen, kijk, hier heb je nog eens. Maar wat maakt een vrije elektron een vrije elektron? En sterker nog, je hebt dus wel geleiders. Kijk, hoogspanningsdraden, nou die draden die zijn natuurlijk behoorlijk geleidend. Maar die draden hangen aan stoffen en die geleiden zeker niet, gelukkig niet. Dat zijn isolatoren. Nou, daar gaan we het over hebben. Over isolatoren en geleiders met vaste stoffen. We gaan van start met precies het vrij elektron. Nou, waarom vrij elektron? Want kijk, we hebben zoiets al gehad. Eendimensionaal doosje. En daar zit zo'n elektron in opgesloten. Nu is het zo. Zo'n elektron is natuurlijk geen deeltje. Zo'n elektron is een, ja, een golfdeeltje, kun je zeggen. Hè? Kijk, dit is de rusttoestand van zo'n deeltje. En dat is E1, nulpunt energie. Nou, we pakken even E1 apart. Dat zetten we eventjes in een diagrammetje. Zo. Nu is het zo dat zo'n eendimensionaal doosje bestaat niet echt. Hè? Oneindig hoge potentiële energie, dat is er niet. Kortom, hè, even met een korreltje zout. Dit is reëler. Ja, niet oneindig hoog. Nee, met een bepaalde eindpunt. Dus, maar dit betekent, als het links en rechts niet oneindig hoog is, dat die golffunctie ja, een klein beetje naar links en naar rechts tunnelt. Ja, dus dat betekent dat die energie van het elektron, wat gebeurt ermee? Nou, eventjes, hè, kijk, als je daarnaar kijkt, dan weet je dus dat de golflengte neemt toe. En een grotere golflengte betekent dat de energie afneemt. Dus de energie, die E1, is niet echt de E1. Nee, beetje naar beneden toe. Nou, dan gaan we weer even verder met de vrije elektronen in het metaalrooster. Ja, en je ziet dus ook natuurlijk van ja, dit is niet één atoom, niet één eendimensionale put. Nee, het zijn heel veel. Dan pakken we eventjes twee atomen naast elkaar. En dat betekent dus dat je twee van die putten naast elkaar hebt. En dan zie je dat in het midden die twee golven elkaar overlappen. Ja. En twee golven in elkaar overlappen, wat doen die? Precies, interferentie. Ze zullen elkaar beïnvloeden. In dit geval hier kun je ze gewoon bij elkaar optellen natuurlijk. En dan krijg je een nieuwe golf. Een nieuwe golffunctie, ja, van die twee atomen samen. Nou, je ziet dus ook meteen dat de elektron, zie je, in beide gebieden aanwezig kan zijn. Goed, dit is één mogelijkheid. We gaan weer eventjes terug naar de twee afzonderlijke golven. Want zo'n golffunctie, ja, dat is eigenlijk dus een staande golf. En betekent, nou, dat is zo op en neer gegaan. En rechts natuurlijk ook. Ja, maar dat betekent dus dat ze of beiden omhoog of naar beneden gaan. Maar ze kunnen ook tegengesteld zijn. Ja, op deze manier. En als je ze dus nu bij elkaar optelt, ja, dan zal dus in het midden ja, eventjes een beetje een tegenwerking zijn. En dan krijg je dus dat dit de nieuwe golffunctie is. Dus er zijn twee golffuncties mogelijk met twee atomen naast elkaar. En dat betekent dan dat je ook twee verschillende energieën kunt hebben. En het blijkt dat de ene energie, en dat kun je dus hier zien, de ene energie die zal groter wezen dan de nulpuntsenergie en de andere energie die is kleiner dan de nulpuntsenergie. En die nulpuntsenergie is dus de energie bij een eendimensionale put met een oneindig hoge band. Maar betekent dus dat ik dus nu twee energieën heb in plaats van één. En dit is nog maar met twee atomen. Je hebt natuurlijk miljarden
en miljarden van die atomen naast elkaar, onder elkaar, boven elkaar, noem maar op. En voor ieder van zo'n atoom geldt wel het uitsluitingsprincipe van Pauli. In één en dezelfde energietoestand maximaal 2 elektronen. Maar ik heb dus daar heel veel van die elektronen. Allemaal beïnvloeden ze elkaar, interferentie. En dat betekent dus ook dat je heel veel verschillende energietoestanden hebt. Want ja, Pauli zegt van, hey, maximaal 2 per energietoestand. Ja, en met die miljarden en miljarden, ik heb nu streepjes getekend, maar eigenlijk is het één grote energieband. Nou, alle energietoestanden zijn praktisch mogelijk. Nou, wat nu als die atomen wat verder uit elkaar gaan staan? Ja, dus niet dicht bij elkaar, een beetje verder uit elkaar. Kijk op deze manier. En dan heb je dus dat er minder overlap zal wezen van die golffuncties. En dat betekent dat die energieband smaller wordt. En dit is de nulpuntsenergie. Maar je hebt natuurlijk ook de energie van één energietoestand erboven, oftewel E2. En je ziet dus dat daar een gat tussen die twee energieniveaus zit. En als ze dan natuurlijk een beetje uit elkaar gaan staan, ja, dan zal dus dat gat ook een beetje groter worden. Nou, we gaan eventjes ons focussen op de energieband. Zo, even de putten weg, alleen de energieband. En die energieband, ja, bestaat dus uit energietoestanden. En uitsluitingsprincipe van Pauli zegt van, goh, per energietoestand maximaal 2 elektronen. En die energietoestanden zitten dus in zo'n energieband ontzettend dicht op elkaar. Nu kan het best wezen dat zo'n energieband gewoon nog wat groter is, maar dat er niet genoeg elektronen zijn om alles te vullen. Dat betekent dus dat er boven nog steeds een stukje energieband is, maar ongevuld, maar er zijn genoeg energietoestanden die eventueel gevuld zouden kunnen worden. En die zitten nog steeds ontzettend dicht op elkaar. Nou, daarboven heb je natuurlijk nog een hogere energietoestand, maar om daar te komen, kijk, die bovenste, dat is dus de volgende energieband, ongevuld natuurlijk, want ja, E1 was nog niet helemaal gevuld, dus E2 zal zeker niet gevuld zijn. Dus, maar daartussen, ja, dat is een energiesprong. Ja, om van de ene energieband naar de andere energieband te komen, ja, heb je dus een sprongje nodig. En zo'n gat ertussen, dat wordt genoemd de band gap. Ja, dus dat is eventjes een term die je moet kennen. He, energieband moet je kennen, bandgap moet je ook kennen. Nou, we gaan ons even richten op de onderste energieband. He, want daar heb je dus elektronen. Kijk, hier heb je eentje. En zo'n elektron, ja, als die dus in de bovenste energietoestand zit, ja, die zit vlakbij een lege energietoestand. Betekent dat het een peulenschil is om hem één energietoestand hoger te doen. He, daar heb je nauwelijks energie voor nodig, maar daar is helemaal nog leeg. Dus zo'n elektron die kan van harte gaan bewegen. Oftewel, het gaat geleiden. Vandaar dat we dat stukje energieband, dus de ongevulde energieband, dat wordt de geleidingsband genoemd. En in principe heb je natuurlijk daarboven ook een geleidingsband. Ja, alleen, ja, daar kun je nauwelijks komen, want ja, je hebt daar wel een bandgap tussen. Je hebt een ontzettende energiesprong ervoor nodig. Goed, deze situatie, dat is een geleider. Ja, hoppadee, daar hebben we. Ja, want een geleider heeft dus een energieband die nog niet helemaal gevuld is. En vandaar dat een elektron makkelijk eruit kan doen. En dat wordt dan een vrij elektron dus. Goed. Zo, even wat opruimen aan de rechterkant. Want we gaan verder. Het lijkt hetzelfde, maar stel je voor, ja, dat die onderste energieband, ja, die is al helemaal gevuld met elektronen. Propvol. Dat betekent dat nu een elektron, ja, die daar zit, ja, die wil er wel even uit, hè? Weet je wat, we geven wat energie. Zo, ha, nee hoor,
te weinig. Nou, oftewel, hij komt niet los. Het is geen vrij elektron. Dit hier is een, precies, die hadden we nog, hè, een isolator. Je hebt ook nog mengvormen. Ja, kijk, dat is deze hier. Ja, onderste energieband is compleet gevuld, maar de bandgap is, ja, hij is er wel, maar hij is behoorlijk smal. Dat betekent dus dat zo'n elektron, ja, als je energie krijgt, als je genoeg energie krijgt, dus er moet wel wat meer energie zijn dan bij een geleider, maar ja, kijk, energie en ja hoor, kijk, hij redt het. En dus kan hij dan wel weer geleiden. Nou, we noemen dit type een halfgeleider. Ja, en halfgeleiders, dat komt bijvoorbeeld bij fotocellen, bij LDR, hè, lichtgevoelige weerstand, NTC, een temperatuursgevoelige weerstand. Dat, hè, en daar heb je dus wel energie voor nodig om hem in de geleidersband te komen. Ja, bij een geleider, ja, dat is een peulenschil, hè, heb je heel weinig energie nodig, maar bij een halfgeleider wel. Ja, en bij een, half, hè, bij een geleider, ja, maakt niets uit, hè, klein spanningsverschil en dan gaat dat glijden. Ja, bij een isolator, veel te veel nodig, dus geen geleiding. En bij een halfgeleider, ja, kan bijvoorbeeld uit de zon komen. Hè, denk bij fotocellen, dan ontstaat de plotse spanning. Of bij een LDR, bij zon, hè, dan gaat de weerstand naar beneden toe. Of voor warmte natuurlijk, hè, bij een NTC, meer warmte, kleiner weerstand. Nou, dat is wat het gaat over geleiding, isolatoren en vooruit ook nog een halfgeleider. Nou, behalve dit kun je natuurlijk ook anders doen met geleiding. Nou, hoppakee, tak, het is uit. En dat is deze video. Bedankt voor het luisteren en tot een volgende keer.